Heb je de eerste helft gezien van die wedstrijd van Limassol tegen PSV? Nee, want ik heb alleen naar Feyenoord zitten kijken. Oh. Ja, ja. Want dus dat was ik vraag nu, wil jou vragen naar een mening, dus eigenlijk ben je gewoon volstrekt meningloos hier. Nee, niet meningloos, omdat Feyenoord, het belang bij Feyenoord was veel groter. Dus Feyenoord moest echt die wedstrijd ruim winnen. Ja. Want ze hebben dat geld nodig van de Europa League. En het was echt de vraag, gaat Feyenoord afhaken of aanhaken? Doet Feyenoord mee, ja of nee? En daarom heb ik naar die wedstrijd gekeken. Oh. Want die spanning zat erop. Ja. En bij PSV zit die spanning er toch, is toch iets minder. Maar het zit minder in je hart, heb ik het idee, Harry. Wat? PSV. Ja, dan Feyenoord. Ja. Want, ja, man, Feyenoord, heb ik je al gezegd. De mooiste club van Nederland. Ja. Kijk, hoe we drijven keren, Harry. Ergens heb je wel een beetje een kleine Amsterdamse tongval. Ja, dat wel. En die verberg ik ook niet. Een Amsterdamse tongval? Ja. Verbonden aan 0-10. Met een piepklein Feyenoord had je. Ja. Waar is dat fout gegaan? Nou, in mijn opvoeding. Mijn vader nam me altijd mee naar Feyenoord. Oh, die heeft het gezellig gehad toen hij in Amsterdam woonde. Ja. Ik woonde vlak bij de... Bij de meer? Bij de meer. Ja. En mijn vader die vond het leuk om naar de Kuip te gaan. Dat was een dwarsligger was dat gewoon? Nee, die vond hij leuk. En dan nam hij mij mee. En dan begin je natuurlijk als jongetje heel snel Feyenoord leuk te vinden. Ja. Ik was blij met de winst van Feyenoord. Want dan blijven ze... En ze gaan Europees spelen. Ze haken een beetje aan. Ze krijgen geld. Kunnen misschien weer wat aankopen doen. En zo gaat het en maar door. Modderen bedoel je? Ja, nee. Dat is belangrijk voor zo'n club. Ja, dat snap ik. Ja, nou ja. Maar ze modderen en toch? En ik vind dat Feyenoord moet altijd bij de top 3-4 blijven. Ja. Maar als je een soort van leopard tank over het veld ziet lopen in de vorm van Leroy Fer. Ja, nou. Die gewoon echt gewoon niet meer kon. Ga je Fer nou aanvallen? Dan ga je opbouwen. Nou, heel snel nokken jij. Nee. Oké, okay, krijg je Leroy, ja, gevoelig snaar. Ja, maar opbouwen. Okay. Leroy Fer is absoluut een hele goede voetballer. Ja, de laatste bal van Leroy zat er goed nee, in. Nee, sowieso. Ja, opbouwen over Fer. Maar hij is al een paar kilo's te zwaar, Harry. Jij gaat je excuus maken nu. Heel snel. Als lang ik geen sorry hoor, dan komt er bij mij geen woord meer uit. Hier, sorry graag. Over ver. Ja, ga je gang. Sorry. Ja, sorry. Nou, oké, dan fijn. Goed zo. Nou. Maar even serieus, ja. Harry. Is het lek nu boven? Of, nee, het lek is natuurlijk nog lang niet boven. Want er moeten nog een aantal spelers terugkomen. Jurgensen moet nog terugkomen. Die Toornstra moet nog terugkomen. Jan-Hari van der Heijden komt nooit meer terug. Er komt misschien nog een nieuwe verdediger bij. Ja. En dan zou je zien dat Feyenoord echt heel veel beter gaat doen dan dat iedereen nu denkt. Waarom zijn al die drie belangrijke clubs van Nederland? Omdat Feyenoord, die is al niet zover, die hadden een heleboel blessures. Je weet toch wanneer het begint allemaal? Ja, dat snap ik. Maar die hebben een heleboel geblesseerde spelers gehad. Die waren langdurig geblesseerd. Ja, ook. Maar er zijn ook een aantal jongens die zijn er nog niet. En dat moet allemaal nog aan elkaar wennen en een beetje en dat moet nog groeien. Nou, maar dat is toch onkunde? Dat is toch prutswerk? Dat gaat... Nee, hij houdt toch op. Nee, maar nu, Feyenoord, dat Feyenoord komt dik in orde. Ja, oké. Geloof mij nou maar. Maar dan heb ik het over alle drie de clubs. Hè? Niet dat je meteen in de verdediging... Nee, en PSV.